En 99% van alle mensen kan deze trucjes niet. Bouw! Oh! Oh my god! Oh! Oh! Oh, dat is mooi. Nee! Oh! Ah. Kijk! En spring! Oh, oh, oh my god! Dit is nu echt! Kan je me zo serieus kijken en dan... Ik ben wel benieuwd dat het is. Oh! Jee! Het lijkt makkelijk, wat is moeilijk. Oh, je bent er bijna. Okay. En ik ben er één van. Vandaag hebben wij opnieuw een superleuke challenge. Yes! Want wij hebben vorige week dingen getest die maar 1% van alle mensen kan in één keer. Klopt. En vandaag gaan we dit eigenlijk gewoon opnieuw doen. Yes! Want alles wat we vandaag gaan doen, kan maar 99%... Nee, kan maar 1% van alle mensen wel. En 99% van alle mensen kan deze trucjes niet. Wow! Ik ben benieuwd. Ik ook. Maar voor we beginnen, Ella, voor hoeveel likes gaan we? Oh. Omdat het een part 2 is. Deel 2. Ja. Gaan we. Voor. 69.000 likes! 69.000 likes. En ik moet er ook bij zeggen. De vorige keer waren de trucjes nog zo. Vandaag zijn de trucjes next level. Oh. Ja. Let's go. En Ella, je mag van je stoel komen. Voor de mensen die dachten, Ella is wel gegroeid. Nee, het is nog altijd klein. Deze challenge wordt echt superleuk, want bij deze challenge is het echt makkelijk om iemand te pranken. En zeker goed kijken, want deze is echt super grappig. Probeer het ook gewoon thuis. Wat ben je aan het doen, Ella? Yoga. Even mediteren. Ja. Dus deze truc kan denk ik minder dan 1% van alle mensen. Enkel goede voetballers. En niet enkel goede voetballers, ook voetballers die veel trucjes doen. Want Celine lacht nu al. Ja, maar Ella kijkt super serieus. Waarom kijk je zo sip? Kijk, Ella, dit is wat ik kan. Ik ga het gewoon tonen. Oké. Oh. Wat? Ja, dat is echt zo moeilijk. Wajoh, hoe dan? Ja, niet eraf. En zo kan ik lang blijven zitten. En nu denken sommige mensen thuis, ah, dat is toch makkelijk? Probeer het zelf ook maar. Maar ik ga dat toch niet. Nee, maar ik kan het toch proberen. Doe maar. Oh, maar je hebt een groot kopje. Oh, oh my oh. God. Oh. Oh. Je kan dat, Ella. Oh my god. Hoe lang kan je dat? Ik weet het niet. Tel maar. Oké, ik ga tellen. Wacht, ik moet goed stabiel staan. Je kan kom het. Op. Kom aan, bal. Kom aan. Laat dat maar los. Oei, nee, maar daarnet, probeer nog één wacht keer. Nog eens. Daarnet kon je het. Bijna, kom nog één keer, je kan het. Ik ga tellen. Oké. Okay. Ja, je hebt hem, je hebt hem. Twee, oh my god. 3, oh, 4, 5, 6, 5 seconden. Ella, hoe kan je dat? Ik kan dat zelf niet. Misschien moest je nu het eens proberen. Oh. Oh. Ja, kijk, Ella kan ook voetballen, hè. Wow. Kom op, Celine. Maar ik weet dat ik dat niet kan, ik heb dat al vaak. Maar 1% van alle mensen kan dit. Misschien ja. Kan zelfs maar 1% van alle voetballers dit. Zie je, zomaar 1 seconde blijft het liggen, kijk hè. Oh. Oh, bijna. Maar hij maakt niet bewegen. Dat is ook bij mij. Oh, ja. Ik denk als je 1 oefent dat je het wel kan. Ja. Wie kan dit? 3 seconden of langer, laat het weten in de reacties. Oké. Oh. Ella is wel fier op haar prestatie. Tot als ze de video bekijkt. En ook dit is echt raar gewoon. Jullie gaan nu thuis denken, ik kan dit, maar probeer het maar zelf. 1% van alle mensen kan dit. Probeer een kus te geven aan jezelf. Nu denkt iedereen, ik kan mezelf kussen. Voilà, dat lukt. Maar probeer jouw elleboog een kus te geven. Nee, dat was niet je elleboog. Je elleboog is echt dit. En... Je hebt een lange arm. Ja, maar... ja, ik heb een lange arm, ja. Ja, maar er zijn zo van die mensen die er echt aan kunnen likken, hè. Ja? Kan jij
Oh, bijna, bijna, ja, kom op, maar, kom op, met bijna. Met behulp van de hand. Dat is toch zo zonder hand dat je moet doen? Nee, maar zelf met hand, ja. Zonder hand kan denk ik maar 0,001%. Ah, maar ik heb dat wel al gezien op TikTok. Ja, ik ook, daarom zeg ik het, 1% kan het. Ah, maar doe nou eens met je hand, want daar was er al bijna. Oh. Wat zeg je? Probeer nog eens, Ella. Oh, mooi tong. Nee! Net niet. Maak nog eens een sterretje. Heel wat mensen zeiden dat ze dat ook konden. Ik zie het niet. Ah, oh. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Dat is cool. Ja, ik stop. Ik kan het niet. Kijk. Kan jij het? Ik weet het. Probeer niet. Het eens. Mm. Oh, bijna. Nee, het is echt onmogelijk. Wie kan dit thuis? Laat het weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd. Ik ook. Ja. Geen slechte dagen. No bad days. Inderdaad, mooi. Altijd positief. Jij ook? Ja. De volgende challenge. En ik sta hier met mama Sandra, de mama van Ella. Mama Sandra! En het is wel al grappig, want ik ben 2 meter en 10 en Sandra is... 1,52 meter. Ja, mooi. Dat is echt dat verschil. Een halve meter, meer dan een halve meter verschil. Ja. Wow. Maar... Dat wil niet zeggen dat Sandra daarom meer talent heeft. Want Sandra, wat kan jij dat niet veel andere mensen kunnen? Wat kan ik, Ella? Met die hand zo draaien. Ja. Dat is oh, wel. Nee, maar wacht. Wil ik dit zien? Ja. Uh-oh. Ik kan dat okay. Ook. Oh. Zo, plat. En dan gaan we. Oh. Ah. Kijk, ik kan dat ah, goed. We staan gewoon terug waar je gestart bent. Oh. Mama, kijk. Toon het, Ella. Plat. Nee, jij staat niet zo ver als haar. Nee. Dus zij start zo. Ja. En dan kom je gewoon zo, ja. Sta je op het einde weer. Ja. Maar Ella is wel al ver. Oké, ik ga het eens proberen. Ik raak echt niet ver. Dit is het maximum. Oh, echt? Maar terug raak. Ja, ik kan niet verder. Ik kan niet verder. Misschien kan jij het wel. Misschien. Wie kan dit? Laat het weten in de reacties. Woehoe. Celine denkt dat ze het kan. Ik denk het, hè. Ik ben benieuwd. Ik kan het ook gewoon. Maar ik kan niet recht blijven. Oh. Nee, jij doet gewoon een hele draai. Ja. Hoor, dat is wel echt moeilijk. Wacht, toon eerst hoe je start. Zo? Zo, oké, dan moet je zo eindigen. Nee, je moet langs de andere kant draaien. Oh, echt? Ja, zo. Ja. Oh! Ja! Maar je eindigt nog altijd niet zoals Sandra. Bij... Oh, oh! Ja, 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 ja. Ik wil nog. Oké, we geven haar een punt, toch? Ja, ja, ze heeft dat goed gedaan. Yes. En Ella, die wil niet opgeven, hè? Ja? Ja. Toch wel? Een 7 op 10. Even op 10. Oké, even pauze. Voordat we voortgaan met deze video, like even de video. En abonneer op ons kanaal. We gaan voor 400.000 abonnees. Peace. Volgende truc, volgende challenge. En deze is wel heel leuk. We gaan duizelig worden, want Ella, er is wetenschappelijk bewezen dat wanneer je een blad vasthoudt, 10 toertjes draait, zo, dan leg je het blad op de grond, kan maar 1% van alle mensen op het blad springen. Ik heb het nog nooit geprobeerd, jullie ook niet waarschijnlijk. En ik zal beginnen, oké? Okay? Ofwel blaadsteen schaar, verliezer begint. Blaadsteen schaar. Oh. 1, 2, 3. Sneller, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blad op de grond en spring erop. Maar hoezo? Hoezo wordt jij niet duizelig? Dat is echt makkelijk. Misschien moet jij het eens proberen. 1, 2, 3, 4, 5. Voor iedereen die zegt dat ik dit fake, doe het eens. Dit is echt niet echt. Dit is echt, oh wacht. 1, 2, 3, 4, sneller! 5, 6, 7, 8, 9, nog één, nog één. Ja! Wow, dit is wel echt. Maar ik stond erop!
ja, maar kijk, ik heb een super slecht evenwichtsorgaan waarschijnlijk. Bij sommigen is dat anders. Kijk, het is toch raar? Ja, het is wel echt een... Oké, maar jullie kunnen het wel goed en misschien kunnen wel meer dan 1% van de mensen dit. Spring op het papiertje! Oh. Ja, oké, zij moet dus 30 keer draaien. Spring op het papiertje! Oké, volgende challenge. Het begint te werken. Dit is geen grap, maar wij hebben wel echt even frisse lucht nodig. Inderdaad. Probeer het gewoon in je living. Het is 30 graden buiten. En je wordt echt duizelig. En de volgende challenge kan enkel Celine. Ja, maar nog andere mensen ook. Oké, maar toon het eens. Maar hoe dan? Oh, ik moet lachen. Oké, wacht. Pokerface. Hoe dan? Jij kan gewoon je oren bedoelen. Ja, maar je moet zo serieus kijken en dan lukt dat. Want als je lacht, dan gaat dat niet. Alla, probeer eens. Moet je lichaam allee, je gezicht ontspannen. Nee, maar ik probeer het zo. Ik ga het ook niet. Ik ga het zelf niet proberen. Oh, oké. Kijk, dat jij dat doet. Wat is er zo grappig? Wat ligt er op tafel? Choco of zo. Choco. Michiel was hier daarnet aan het eten, dat was van jou. Ik heb geen choco gegeten. Is barbecue sauce? Ja, dat kan ook. Maar 1% van alle mensen kan dit. Oké. Jij mag starten. Schrijf je naam achterstevoren op een correcte manier. Dus schrijf gewoon Celine, maar je start van achter. In jouw geval met een E dus. Go. Oké. Wow, draai eens op, draai eens op. Nu sta je op. Eén poging. Hoezo? Doe gewoon iets. Oei. Oh. Wauw, dat is wel iets moois. Wat lees je? Drila of zo, Drila. Maar ik kan dat wel zo schrijven. Ah, zo kan het wel, maar dat telt niet natuurlijk. Ah, misschien kan ik het wel. Ik ga gewoon logisch proberen nadenken. Stop me mij uit te lachen. Oké, dus wacht, de L is maar de laatste. Ja. Ja, dat is al extra moeilijk. Maar ja, hoeveel letters heeft jouw naam? M-I-C-H-I-E-L. De mijne 6. Oké. Je kan het. Wacht, Michiel, dus E-I. Ja, ik kom er wel. Oké. Oh, wat zo groot. Oké. Het kan. Oh. De C is wel moeilijk. Oh. Ik ben wel benieuwd om het te zien. Oh. Oh. Maar ja, de puntjes, die moeten er wel op natuurlijk. Boom. Wow. Deze challenge. Mooi. Dit is in haar studio. Oh, ik ga het doen maar. Ik ga zeggen. Deze challenge kan maar denk ik 0,00001% van alle mensen. En deze kan je niet oefenen of zo. Deze kan je of deze kan je niet. Bukken voor een deur. Oké. En ik ben daar één van. Ella, kan je dit of niet? Wow. Kijk hoeveel ruimte. Ja. Maar je moet ook wel echt nog groeien. Hè? En bij deze 1% hoort ook dat maar 1% de plafond kan raken. Ja, dat klopt. Of het plafond. Ja, ik kan het ook zelf raken. Kom. Ella, wat doe je? Moet jij je bukken voor de deur? Nee. Kan jij het plafond net niet? Hey. Jawel. Oh, als je op je tippen staat. Ja. Oké, dat zal maar wel meer dan 1%. Ik ben ook wel groot, hè. Ja, het is een laag plafond. Ja. Oké. Ja. Ella is al aan het proberen. Maar je moet zo met je duim en je wijsvinger en dan moet je dat zo switchen. Dus, wacht, ik ga mijn best doen. Zo, en dan heel het zo omwisselen, maar dat is echt moeilijk. Want ja, je moet wel echt zwaar nadenken. Kijk, maar die is wel echt raar. Oké, probeer het snel, Ella. Wie kan het snel? Ik niet. Doe eens. Wie kan het thuis?
laat het weten. Dit is echt moeilijk. Het lijkt makkelijk, maar het is moeilijk. Oh, je bent er bijna. Dus altijd wijsvinger en de andere kant duim en handen wisselen. Ja. Maar ik kan nog wel zo, hè, mensen. Oh, Celine. Oh, ik had het eigenlijk. Bijna. Kijk, nee, maar ja, ja. Oh my god. Ik kan ook iets. Misschien kan ik het wel. Ja. Klaar? Ja. Oh. Wat? Wow. Dat was twee keer. Okay. Nog eens, nog eens. Wat? Wat joh? Wat? Maar ik kan het niet maar lang. Je bent al pro. Maar ja, nog geen super pro, hè? Ja, als je ons bekijkt, dan wel een pro. Ja, als ik naar jullie kijk, dan ben ik wel een pro. Alright! Ella, vond je dit een leuke challenge? Yes! Celine, sta je in de schaduw van Ella? Nee, 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 nee. Niet meer. Vond je het leuk? Zeker, jij? Yeah? Ik vond het ook super leuk om zo alles te doen, want ik vind het gewoon altijd leuk om dingen te doen die anderen niet kunnen of dingen te zien die ik zelf niet kan. Ja, dat is wel speciaal, hè? Yes. Laat vooral weten in de reacties hoeveel challenges, hoeveel trucjes jullie kunnen uit deze video. Ja. En bij 69.000 likes komt er gewoon een deel 3. Voilà. Chips. Met nieuwe, extreem moeilijkere challenges. Wow. Mijn hoofd is al aan het draaien van dat blad. Dat is niet normaal. We gaan slapen. Ja. De derde deel gaat extreem zijn. Dus like deze video, mensen. En wij zien jullie al mijn hoofd. Wij zien jullie in de volgende video. Peace!